Richtig? Wirklich? Ja. Wij zien dat de voor de Down Under Corsicus terug gaat. Dat denk ik betekent dat de afstelling wat veranderd gaat worden. Alles even een beetje aftasten, zo te zien de baan spijkerhard. Dus dat moet goed komen. Wij dus nu van start gaan met de 5,5 ton standaard, de 4 cilinders, de 2,6 ton standaard voor de downrunner. En dadelijk op baan 2 de 3,8 ton standaard voor de pellets of power. Test. Met 80 meter 40, de nagedroomd 12-10. Vorig jaar trek nummer 2, dus in principe een
trekken met mogelijkheden. Dus we gaan afwachten wat de rest hier als antwoord op heeft. Tom Sietes met de Dagenbrouw 88. Ja, Tom dus vorig jaar nummer 3 in die klasse. De 2,6 dacht ik, ja, 2,6 ton. Dus ook die trekker is een trekker om serieus rekening mee te houden. En dan is dat natuurlijk als zweefwagen ook wel prettig dat je in het begin van de klasse een trekker hebt met redelijke potentie. Dan kun je terug al die kar op de normale manier afbellen. Die zegt er wel Tobias van de Heuvel. Tobias die gewint met de Volvo's en de Valmes. Vandaag komen we echt wel prestatie weggezet. Dus ook deze 350 die. De 350 die was op de laatste natuurlijk, maar ook de koppeling. Op de koppeling de 100 strijd met de kleine vliegen. Hebben we 20 gedaan, een 40-06, heel traag gerestaureerd, een 40-06. Die had het om dus te horen de strijd naar Rappi op gaat geven. Thank you.
7 meter. Hopman en Kamper met de Volvo BM 650. En iets jongere broer van de 350 die net voor diezelfde twee wagen stond. De combinatie van de 100. De deur zien dat die mensen over de
kunnen zijn om alle grote delen in ieder geval zeker bij de lucht te filteren. En de unit absoluut niet verkeerd. Dus dat is 37.18. Ondertussen zien wij hier die 5,5 ton voor de tweede keer langs komen en de intrak heeft Wagenveld. Ook een interessante verschijning. Dus we starten vandaag natuurlijk de nodige tractoren hier. En zoals je zich laat aanzien, zijn er ook nogal wat exotische tractoren bij.
Wij natuurlijk vandaag een bijzonder druk programma hebben. Als ik zo even snel tel. Zo rond de 25 verschillende klassen. Nou, en dan rekenen we allemaal van 15 deelnemers gemiddeld, minimaal. Dan rekenen we heel snel uit. Dat we dan boven de 250 tegen de 300 deelnemers zitten, denk ik. Gaan we erover? Oké, nou. Als mijn schatting dus nog aan de voorzichtige kant. Dus u gaat een heel spectrum aan tractoren zien. Van allerlei pluimage. Van klein tot groot. Van meneer Zandbergen uit Overbroek met de Ford 2000. Nou, tot en wil ik maar in. Vierhuis, Oosterholde met een Ven 305. In deze winkelmaag. Ondertussen kijken wij naar de verrichting van de Vlak 2000. Die mooi begint te zakken in de toeren. Dus mooi tractie houden. Dan gaan we kijken hoe ver de motor door kan blijven zakken. En de 305 die ook serieus in de toeren zakt. En we rode aandacht dat op 50 meter de koppeling te strijd flink begint te verliezen.
hij daar net een anderhalf, twee meter onderuit. Ik kijk even bij Cor op de hand, want daar staat zijn afstand 96,45. Dat hij dat niet begrepen heeft. Schrijft hij blij, hè? Schrijft hij blij. Ondertussen zien wij aan de overkant het startnummer 68. Ja, Hartkamp, het Engel, het klok, 77,40. En de Kort stond vorig jaar op plek nummer 2. Dus ik ook een deelnemer waar nu in principe de hand van naar verwachting bij de rekening mee moet houden. Ik ga even op die flink over de afstand van de Volvo van de Volvo hebben. En dit raakt dat. En inderdaad, voorzien van de dual power. Roterende brandenbom, dus een iets jongere versie 5000. Alle fraaie machine. Nog even door van 75 pk klokje. Het is nog steeds zo dat
in principe er niks aan de trekker af mag vallen. Dus ik heb niet genoeg dat de deur er aan de trekker vallen. Aan deze kant een Fiat, de Fiat 87. Zo straks gaan wij de 88. De 87 is op de zien geweest met hetzelfde, maar er zit nog een serieus stukje met een hond erin. En dat hebben we natuurlijk ook hier in de sportklasse met de 9 ton. Nu wordt verzocht naar de Leenbrug te gaan. 9 ton standaard. In de 2,6 ton zien we de MF van Henry Krasten, die mij aangaf dat het laatste jaar is dat hij meedoet, want dan zijn stokje over gaat dragen aan zijn 16-jarige zoon. En kijk, hij moet blijven komen met de trekker Henry. Nu door hier. Ondertussen aan de overkant van de werf als kan doorheen met de 63-30 de pionier. Om te zien die 2,50 hebben. Ondertussen is dat nummer 62 van deze dag. Deze berg, bij deze meiden, de wind 3-0. En wij dachten dat Henry op weg was naar een Koolpool. Dat was hij ook. Tot 94-26. En als ik dan zo heel snel kijk, komt hij dan niet meer op het podium. 76 meter 24 voor deze 305 met.
Kurt van der Wolde en Elburg gaan het proberen in de 2,6 kilometer met zijn Duits, de 45.06. En we hebben dan natuurlijk de voetbal staan van Peter Heijwegen. Dus wil je wat bereiken hier, dan zul je naar het lijntje bij de hoogte. Ondertussen heeft op 77 meter 30 de Hoogra ook de strijd moet worden van de kleedwagen. En dan deze gaat met startnummer 51, de plek 309. Van Paddelhof uit Nijbroek. Voor de weg 309. Hij komt nog op plek die 2 blijft. En deze man met de Duits. En dan rolde. Ja, spreekt de puppies uit als ik het goed heb. 15. Prachtige afstelling. In de 9 top van actiever willen worden. En daar bedoelt hij mee dat u uw trekker op gaat zoeken, om op contact te zetten, sleuteltje naar rechts en dus richting de Weerbrug gaat rijden, denk ik. Ik weet wel zeker. Dus deelnemers 9 top, graag naar de Weerbrug. Ik zal me anders vertellen, als er nog niemand van de 9 top naartoe is, zou het maar zo kunnen zijn dat u de proeftrek heeft. Misschien dat er alles. Hè? Als je de enige bent, vind je het ook waarschijnlijk. De mensambulance. Ja. Ik heb dus eens gewacht. Ik ga daar zeker even wat over vertellen van dat prachtige initiatief van de Bambino. Ja. Ik heb ook een internet. Ga straks een keer wat te zeggen. We doen maar in de klasse om die als het schrijn. Dank u wel. Startnummer 76, Wieling, Kamperweter, die zal neer 64.20. En aan deze kant met startnummer 64, Rick Schaapman uit Hassel met de Inter 955. Met de jongen hier 92 meters en 54 centimeter. Ondertussen op de middelste baan rijdt Teunen met de zetel de 47-12. En ik durf het haast niet te zeggen, vorig jaar zal de Rijn niet meer de eerste drie zien hebben, maar toch. Het is ook deze zetel gezien om serieus rekening te houden. En dan weet ook Paul, die gaat nog wat tegen achter, die begint nog wat te drempelen. Dus, en voor de rest van het jaar staat hij altijd heel zuinig achter de stuur. Ja.
wisseling te krijgen van de Zeeborg. En de bus aan deze kant, de 70 of 06 van 100 punt. Het gaat hier wel door, natuurlijk op 3 banen. Dat is weer rustig. De Duits, 70-06. Er waren in die dagen dat deze machine van de maan verholden waren, dat natuurlijk serieus te krijgen. Voor ons in de buurt zien ze heel veel bij de grasdrogen rijden hun rol. Voor de graskant. Jaren later dan werden ze op tweede plan gezet, dan denken ze van de zogenaamde mixwagen. Om de gedroogde kracht terug te brengen naar de boeren. Als ik zo het deelnemersveld bekijk in de 2,6 honderd standaard, denk ik dat de deelnemers in de 3 ton standaard de langzamerhand richting Leerbrug kunnen gaan. 3 ton standaard, niemand aan Leerbrug. Ik heb geen idee hoe ik er met de 9 ton het voor ga, maar als ik zo achter mij kijk, dat is ook al behoorlijk rustig. Dus de heren deelnemers van de 9 ton naar de Weerbrug. Ondertussen kijken wij naar de richtingen van de 562 Oliver van Den Hof. Ook een machine die best in staat zou kunnen zijn om die zo'n voorlijn aan te tikken. Dus we gaan er naar achter. Inderdaad, en hij zit in de verkeerde hop. Die hier, dat vorig jaar op plek nummer 1. Maar deze van Bethoff, Oliver, voor het vorig jaar niet bij de eerste minuut. Maar in ieder geval, dat landje zet er wel op. Goed op dit.
voor de Diaz, de 850 minuten voor Polmonteren. Bij ons afgevoerd. Ondertussen kijken we naar de verrichtingen van de Inter 844 van Klaas-Jan Kralen. Met daarachter Johan Visser uit Wezen met de Vent, de 100 GS. Ik heb het gevoel dat de 844 daar al een beetje te veel tractie begint te verliezen. Maar goed, het zegt niet altijd alles. Zie. Maar toch is het zo, ik kan er niet meer van maken. 66 meter, 4, 46 bedoel ik. Hey, ja, ik zag het. Ondertussen zie ik aan de overkant wel met van start gaan die volgens mij even een kantje de hoogst af. Dus even kijken wat voor stapnummer wij daar even aan gaan hangen. Actueel nog niet zeugen. 6400. Dat zou het gisteren uit Zolders kunnen zijn. Goed, we wachten nu net maar. Ja, stap nummer 79. Vissen uit Zwolle met de Valtra 6400. Wederom in de 102S van de Pletter. Even door de schijf. Een goede op rij voor de schijf. Ondertussen kijken we deze kant naar de verrichtingen van Langman uit Hulshorst in de Inter 744. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar het is net als de meters die niet meer in willen zitten. Maar allemaal op die 60 meter gaat het serieus mis bij de meeste mensen. Maar deze 7 geeft er nog niet helemaal gewoon en dan gewoon 2. Hoi! Ondertussen zetten op de middelste baan en onder twee keer ook nog netjes door. Abonneer de Pletter uit de Kornspijk.
al met 7-0 heeft. En de volgende week bij Ede. En we zien die als we de snelheid hebben zien. Dat komt de volgende plaatsen zijn. Dan ga je aan de de moment. En als ik er nog houden van deze heb. De tweede vermogen in deze klasse. Anders aan deze kant de startnummer 63. Ben aan de slager. De vent 307. De bandenspanning iets aan de hoge kant heeft. Ja, in de 2,6 op standaard wordt gelijk aansluitend deze eerste run wat de finale voor de Koelpoelers gereden. 2 tot op heden. Meneer Heijwegen en meneer Hof. Dit als die bij de machine blijven. Ondertussen kijken wij naar de berichtingen van de print 103S van het Jan van de Pak. Een heel fraai 103. Een van de allerlaatste met al een voorraad van de 300-serie. En als je goed kijkt naar de achterkant zit er een snel bestelbare trek aan deze 100-serie, maar in principe vroeger bij de 300-serie heb gelegen. Maar de 103 hier is nog wel snelle verkrachtig naast de 300-serie gemaakt. Zodoende zijn er af en toe en in principe zwaar dat er snel bestelbare trek aan is. En daarom heeft Jan er ook eentje weten te bemachtigen. In het rijtje van Koelpoelers staat zich ook Jan van de Put, nummer 3. En als hij ook gelijk even Gerben, als hij gelijk doorgestuurd kan worden naar de startfinish. Ondertussen kijken wij aan de overkant naar de berichtingen van de band 308 van de familie van de Scheer. Herbert, ga je gelijk die kant op, hè? We gaan geld tellen, denk ik. Hoe gaan we gaan geld tellen. Wij de finale gaan rijden in de 2,6 toer. Standaard. Met meneer Heijwegen, met meneer Hof en meneer Van de Put. Die al afgelopen zijn van de 2,6 naar de 3800.
die hier achter de baan zo ergens langs de sloot opstaan. De heren van de raad die willen graag dat deze machines verwijderd worden. De schaar gaat daar schijnbaar ernstig in de weg. Dus heren meenemers, heeft u uw trekker hier op de achterkant langs de slootbaan. Ruim dat ding even op. En anders wordt het misschien voor u gedaan. Wij zaten te discussiëren waar het piepende geluid vandaan kwam. Ik dacht een muizennest. Was dat een probleem? Of niet? Ja, we hebben geen blokjes. We hebben blokjes. Ja, dan moet je een ring hebben. Nee, het was geen ring. Aha. Ondertussen hebben we gewoon een korenberg. Ja, de reclame staat erop. Dus, volgens mij heeft enkel nog een beetje als handelsmerk dat de wisselenplop met de rode kleur zijn. Dus tenminste voor zover als ik dat weet, dus dan is dat natuurlijk altijd wel een herkenningspunt. In de 9 ton, dus met andere woorden, ja, ik zal even op zoek moeten naar de papieren. Ga je erop. Met startnummer 209, dacht ik. Vandaar Oosterwolde met de 7, de 16, de 5, 7, 16 als eerste van start in deze 9. Top. Vertrokken in de finale, de 2,6 ton Peter Heijwegen, de Dekstar, de Super Dekstar. Zoals gezegd, 3 combinaties, het Fokkel met de Ford Dekstar, Peter Heijwegen, het Hof met de White, en met de over de punt, de Lumino's hebben het.
Ondertussen kijken wij naar de berichtingen van de Peter van Eijwegen met de Ford Extra en op de achtergrond Otto van Eijwegen met de Ford 7740. En dat is net even snel graag geweest, wij daar hebben gedaan op de bocht, maar ik kan het helemaal niet hebben. Tijdig heb je er aan de hoek gezien. Ondertussen mag de 7-16 die 9 ton de tweede proeftrek doen. Thank you.
met een afstand van 77,49 meter. En als dat al wordt, trekt ze op de handschoen. Rare liefde. Snap je dat volop is op die heel veel doen? 30 bloemen. Nummer 205 weer een heiwegenmachine uit Nijkerkerkerkerkerkerk. En deze keer een 0,8670. Dat doen we dan alleen. Tussen twee ports gaat het jammer goed proberen. Dorp en Oosterlander met de Vent 716, u mag uw trek overdoen, de sleepwagen is gezet en dan praten we over de 9 ton. Dus aan deze kant stap nummer 223 Billing met de John Deere 7430.
bijschrijven. Meneer Koninker en Ruske, die gaan wij bijschrijven in de Uniton. Met z'n gewicht te halen, maar dat gaat wel lukken, denk ik. Dat komt helemaal goed. Je had een pech met de vrachtauto. Hoeveel pech kun je hebben? Start nummer 21. Ik kan het ook nog uit Nijbroek, die met de Uniton de eerste deel mee met de proef brengt. En we gaan dus de omuitkomst. Voor de combinatie van doorwaarts schrijven 77-35. Tot 6 cilinders, u mag naar de Ideebrug. Deelnemers, 5,5 ton. De 6 cilinders, Ideebrug. En ik denk dat meneer Van Huizen en Ermelo nog serieus schade heeft opgelopen.
wij hier vandaag natuurlijk weer een keuren aan activiteiten hebben. Voor de kinderen, de springcursus, de schelters, wat er weer zijn, de microcorders. Ik zie natuurlijk ook de virus van de Partijen van Nikkelen. Ik heb er
op dit ogenblik helemaal geen idee van. Wat ik nou weer frappant vind, dat bepaalde merken weer met precies dezelfde type nummers komen, dat er weer 500 dat het nu al is. En dat het geen 75% dat zo weer is. Ja, dat... En als ze dan hier op de fabrikatie vergelijken zijn, ja, dan is het niet.
uit Overbroek. De Jansen met de 46.10. Deelnemer nummer 3 in deze klasse. En het startnummer 88 wederom een wielingmachine. Deze keer uit Oostenrol, de Zoetberg 6400. Ze hebben weer 10 meter van de hond, langzaam richting de linkerkant kruisen. Ondertussen Spetkebro 203, neemt Jan Hattem met de met de Kutter 6:33.
84 meter voor 93. Ondertussen die vrijwel al komt was dat de Ford 78-10. Een notenboom met even. Ik denk dat het wel goed is.
Thank you.
Pittoreske Zalk, meneer Van der Weg, met de International 733 in Wellington. Waar wij zo steeds als afstand hebben staan, 98, 80. Van de John Deere van meneer Hendriksen. Ondertussen aan de overkant, ik kan de startnummer hier bezien, het is in ieder geval een S10S uit Ede van Janssen. Maar dit kost het, alleen Ik denk dat uit Hasselt meneer Van der Weert u aan de run begonnen is. 7 ton, 7000 kilo van een tractoren. Graag naar de winter. 7 ton naar de winter. Thank you.
2016 wordt mede mogelijk gemaakt door... De hoofdsponsoren Jan Bakker, Dalhuizen Olie. De baan wordt dit jaar verzorgd door Van Bergen Infra. Subsponsoren, AVS Machineverhuur Doornspijk. Inking en Krop gezet bezig. Klompenburg en Bonenstroom Oldebroek. Pieter van der Moord Doelshorst. Filmbedrijf Rozenboom. Roelofs LMP Bennekom. Straalbedrijf Van Loo Oldebroek. Van Marmer Dakbedekking. Kant tussen Zonne. AGG Automotive Elburg. Bakkerij Spijkerboer Oosterwolde. Bouwbedrijf Van Boven Oosterwolde. Drive-in Kristal. Aasmit Stilwerken. Koersbestrating. Loonbedrijf G. Sprong. Machineverhuur GWB. Plus van der Hoven Wezen. A. Schoonhoven Multidiensten van Verveen. Transportbedrijf F. Eiland. Consult Arbeidsbemiddeling BV. Oldotec Oldenbroek. Loonbedrijf E. Van Boven Oldenbroek. Handelsonderneming van Spijkeren het Harde. Wandelcenter Elburg. Bruggeland Mechanisatie Groenland. E. Van Werken Courage Wezen. NMB van de Meert Kampen. Handelsonderneming J&M ten Hoven. Van de Beek heeft tuinmachines. Loonbedrijf Hoeven. Loonbedrijf Vis. Outdoor Speelgoed Kampen. RW Achter de Woning Machinehandel. Schukkerdoorsbedrijf R van de Vechten. Centra PV Holten. Van Werven Infra. Het Vele Speunenhuis Oldenbroek. Duitse klompenspecialist Elfspeets. Autobedrijf Blauw Oldenbroek. Bed & Breakfast Wezer. Loonbedrijf Buijert. Eltech Elektrotechnologie Atten. Een agrarisch handelsbedrijf WV Klonten. Handelsonderneming Veluwekamp. J. Poeter Kousen Kampen Vee. Heel Handelsservice. LNB Winterbeen Wegen Diesel. Loonbedrijf Het Hof. Legalisatie Bruggeland Broekland. En Smit Schilderwerken Oosterwolde. A. Schoonhoven Nieuwbouw Renovatie Grafhorst. Van Bruggen Loonbedrijf. Visser VV Mastenbroek. Ten Havens Veehandel Elburg. Autoplas de Veluwe Elburg. Agrarisch handelsbedrijf Wieling Tronten. Wagger en Waterwerken Oosterwolde. Roepen Sierenstraat in Oldenbroek. D. van de Drachtenstraat in Doornenswijk. Dries Wandenservus. LMB van Engelen BV Hunspeek. Geen stoffen grondwerk Tarden. Hooihandel van Bijen Oosterwolde. Zag van de Vecht en Zoon Kraanverhuur. Lagemaat Slootwerk en Heren. Loonbedrijf Doornraad. Loonbedrijf Vestra. Nicolai Wezen. Burgerstijd Winstenleving Wezen. Siersmederij Hulde Oosterwolde. Het Karabietfeest Elburg. Van Gelderhoven Nieuws Oosterwolde. Van de Put Multidiensten GWD. Loonbedrijf Rebo IJsselmuiden. Kleeftek Leekbron. Aannemersbedrijf Eikant. Wandelservice Wezen. Bovendorp en Serres Doornspijk. Boerenvlekkentrek Kamperveen wil al deze sponsoren bedanken voor hun bijdrage.
Ondertussen aanwezig aan de 185 van Eekhovenberg. En aan de overkant de 78-10. En dan hebben we meer van Hulder Koppelveen met de 105. Een S in de middelkant. In de drietal. En komen en gaan. En dat zal de hele dag zo doorgaan. Want als je om u heen kijkt, ziet u niet veel anders dan straks horen. Voor elk onderdeel. Van nummer 31 zal wat van Hulder Koppelveen met de 105. Dat zou er onderaan kunnen zijn van de handen. Nog geen extra vooraan die de ziel is van op de 108 zat. meter 70. Dan gaat de vloeistof op in open. Zie dan ergens rond die 1200 overtoeren zit. Dat is er ook niet zo heel erg in.
denk dat de deelnemers in de 2,6 ton sport toch langzamerhand richting leveren gaan. Stap nummer 215 aan deze kant. Fem van Amersluis, Kamperenveen. 26 staan. De bewoning die praat er echt over een 16, want het is niet echt mijn probleem. Met stap nummer 33 praat er mij over aan WC. Helemaal uit, een lekker gast. Maar Roets ligt natuurlijk hier. Dan in de cruiser met de 82-10. meter 84, iets minder als de vorige, dat maakt de 80 meter 44. Stap nummer 100.
vragen of de vijf hebben gevonden. Dan moet je op de kant hebben van wat de toekomst toegevoegd zijn. Thank you.
CBX 145 met 79 meter 42. Timmekes, die schijnbaar nergens vanaf is en hier in een Heineken outfit gehuld is om de stomweg eenvoudige reden dat deze man met hem schijnt binnenkort te gaan trouwen, dus die is een vrijgezelle dag vandaag en hebben de mannen maar even bedacht dat hij in een kutdanig outfit aan deze trekmogelijk deel moest nemen. Schijnbaar is het zelf nergens vanaf. En hij gaat met 81 meter 52 een gruwelijk in. Mooie lengte. En Joop Muske met de 7-24. Dan wordt hij opgenomen daarin 780, 1 minuut
voor jou. Zeerenbroek met de vent 9-16. Deelnemers in de drieton, wees u wat uit als u een beetje in de voorste regionen meedoet. Dat de beste vijf tractoren in de finale gaan rijden, gelijk aan de sluitend aan uw eerste rug. Dus. Dus aan de overkant weer een top 78-10.
40. Stap nummer 40, 66, 78. En dat is Tony Kraus, Thomas, 33. Nogmaals, de mededeling aan de deelnemers. De top 5 uit deze serie gaat gelijk aansluiten aan deze run. Een finale rijden. Het is de beste 5. En ik ga ze straks voorstellen dat dit is. Ze noemen. Dus blijf een beetje in de buurt van uw trekker. En ik heb hier staan meneer Hendriksen. Zou het kunnen zijn? Ja. Ik heb van het doel dat we ook nog 190 meter. We moeten meteen maar gaan zien. En dus voor 100 jaar is er een pul van het winterwater gewoon. Je hoort de sterke schijnen die om boven de seizoen van de winter aandrijft.
kijken naar de rood. Rit in de 110, 46. En aan deze kant naar de rug in de 44, 48 op de Johan Koning die zijn bijgeschreven in de richting om dat regio te gaan laten van morgen te modellen. Waar we wat later de opgevolgen in de wat er de minste baan, de tweede man die overgeheveld is van de 38 naar de 3 ton.